Leuk dat jullie kijken naar een nieuw avontuur van Te Voet. In deze video gaan we te voet dwars door Drenthe. Dit zie je in deze video. Met een lekker zandje op, nu een kaneelbroodje. We hebben eindelijk een kaart. Oh. Oh, ik denk het voor. We gaan heel even relaxen, want het gaat echt niet meer zo lekker. Zo mensen, goedemorgen. We zijn wakker en dit is dag 2 van Te Voet dwars door Drenthe. Het tarpje waar we geslapen hebben. En het lekt hier vrij hard. Dus er komt hier een flinke plas overal. Dus we moeten even snel dat bovending even opruimen. Hieronder hebben we geslapen. Jesse is weer lekker terug ingekomen. Jesse, zullen we dat bovending even weghalen? Ja, laten we dat maar even doen inderdaad. Want het wordt een beetje takkenzooi anders. Laat mij even doen. Hier, kijk, helemaal vol met water al. En ik denk dat dat in de afgelopen, drie minuten ongeveer gebeurd is. Dus even dubbelvouwen, wegtrekken, opruimen, dubbelvouwen. En in de tas stoppen. Daarna kunnen we dat onderding nog even laten liggen. Kunnen we nog even rustig eten opmaken. Jesse kan zijn blaren even schoonmaken. Dus dat gaan we doen. De bovenzeil hebben we weggehaald. Die ligt daar. Want we krijgen hem niet opgevouwen. Want hij plakt veel te veel vast omdat hij zeik en zeiknat is. Vorige keer hadden we regen 's ochtends en toen was hij minder nat als nu. Het is nu gewoon droog geweest. Ja, het is nu helemaal droog geweest en het zeiknat. Aan het begin, toen we wakker werden, was het zelfs ijs. Want ik kwam met mijn, met mijn jas er tegenaan. Toen zaten er allemaal van die ijsdingen op mijn jas. Dus het heeft gewoon gevroren hier. Nou, top. En Jesse die gaat nu even zijn blaren open snijden met zijn mes. Nou, en dan aftepen. Snijden is misschien een beetje overdreven, maar even een prikje geven. Even een prikje. Gaat even zijn blaren verzorgen. Lekker. Tas ingepakt, wil je nog wat eten? Tas ingepakt, wil je nog wat drinken en mijn tanden poetsen? Oh, mijn voeten voelen trouwens zoveel beter. Ja? Ja, bizar. Ik voel nu gewoon gelijk weer dat ik weer normaal loop, zeg maar. Nice. Doen we nog even water vullen in een krentenbolletje en dan naar het volgende dorpje. En daarna poets ik even mijn tanden. Is goed? Jesse is daar nog even op het toilet. Voor de laatste keer. Dan gaan we de tas opdoen. Dan gaan we richting het dorp daarachter. Zo. We zijn onderweg. Yes. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik met deze zonnebril op loop. Nee, dat snap ik ook echt niet. Maar we gaan lopen. Oh. Het is toch weer vervelend, zo'n tas op je rug. Het moet hem nog wel helemaal dicht snoeren. Maar wij gaan richting het dorpje lopen. Oud-Doorn. En dan moeten we richting het oosten, maar volgens mij kunnen we nu niet echt die kant op. En die man zei dat er in Oud-Doorn een lekkere bakker zat, dus daar gaan we misschien ook nog even kijken. We gaan lopen. We lopen nu Oud-Doorn uit. Met een lekkere zandje op, nu een kaneelbroodje. Heel goed. Van de plaatselijke bakker gehaald. Bakker Joost. Bakker Joost. Eet smakelijk. Ja, eet je. Ik moet toch zeggen dat het lopen niet echt heel makkelijk gaat vandaag. Nee, vandaag wordt wel een strijd, denk je. We hebben nu 3,5 kilometer gehad. In 40 minuten. Nog een degelijk tempo. Ja, we lopen prima door. Ik heb het niet uitgezet toen ik bij die bakken binnen stond. Ze lopen in principe gewoon goed door. Maar voor hoe lang we dat nog volhouden is een beetje de vraag. Ja, dat is een beetje een vraagteken wat ik wel heb. En hoe lang moeten we nog denken? 20 of zo? Ja, 20, 25 kilometer. We weten natuurlijk zelf ook de weg niet helemaal precies. We hebben hier ook een zwaar demotiverende weg voor ons. Zo, we zijn nou
richting een uur al aan het lopen. Yes. De voetjes beginnen langzaam weer vervelend te worden. Nu al. Ja, we moeten dus waarschijnlijk nu nog zo'n 20 kilometer. Dus nog 4 uur ongeveer lopen. Ja. Yep. Wordt nog wat. Ik ruik sigaretten. Lekker. Je ruikt hier van alles in de Drenthe. Ja, wat gaan we dat weer doen vandaag? Kijk eens wat voor plat Nederlands aardbodemstuk we lopen. Ja, als je hier loopt begin je toch haast te geloven dat de aarde echt plat is. ja. We moeten daar nog helemaal heen. Tenminste, dat denken we, weet het eigenlijk niet. We hebben nog niet echt borden gevonden, maar goed. We hebben nog niet eens een kaart gevonden. We lopen richting de zon is opgegaan in het oosten. En de grens is in het oosten, dus dat gaat in principe wel goed. Ja. Maar het zou toch lekker zijn, als we zo even ergens een kaart vinden, dan weten we waar we heen lopen. Precies. Maar goed, wij gaan dat hele taffe stuk lopen. Alright, we lopen een volgend dorpje in. Valte. Maar goed, we weten eigenlijk zelf nog niet helemaal waar we zijn. Dus we kunnen wel naar die bordjes kijken, dat heeft niet zoveel zin. Ik denk vooral dat we gewoon richting het oosten moeten blijven lopen. Dus een beetje die kant. Want dat is denk ik te scherp. Rechts moeten we sowieso niet. Nice. Dus ik ga voor rechtdoor. Ik denk ook, man. Nou, dan gaan we daar maar weer voor. Kom maar dat oosten pakken. Lekker lopen. Oeh. Inmiddels veel pijn. Yes. Emmen, 7 kilometer op de fiets. En daar moeten we. Deze jongens hebben ook even aandacht nodig. Kijk, deze jongens, goed hoor. Nee, Emmen, 7 kilometer op de fiets. En daar moeten we net een soort bovenlangs. Dus daar kunnen we nu mooi heen. En dan net erboven afbuigen. Oh, weer een bakkerij. We hebben eindelijk een kaart. Yes. Hier staan we, net onder Valte. En we moeten hierheen. Dus we kunnen zo, maar we moeten bij dit Emmer. Ja, dat was het laatste dorpje toch? Emmer Kompas, Kuum of zo? Kompas, nog wat. Dus. Dat weet ik nog wel van wat we gepland hebben. Waarschijnlijk zo. En dan gaan we hier gewoon zo eraf ongeveer. En dan is het ongeveer een rechte streep, denk ik. Dus als eerst naar Weerdingen. Yes, richting 76. Dus die kant op. 5,2. Nou, hè. We hebben net 9 kilometer gepasseerd. Oeh. Beginnen aardig te zweten inmiddels, het begint warm te worden. Ja, zeker. Dan kijk, hier een weilandje. Ja, weiland. Zo'n grond. Dit is gewoon echt knetterver kijken. Daar staat een of andere trekker bovenop een waterbassin. Dit is wel mooi. Nou, wij lopen nog verder richting Weerdingen. Ik had eigenlijk gehoopt dat we daar langzaam wel een beetje in de buurt kwamen. Ai, ai, ai. Zo, we hebben alweer het Taffesend gelopen. Jesse, hoeveel denk jij dat er op het bordje staat? Ik denk 2, man. Naar Weerdingen. Ik denk 1,8. Ik denk dat Weerdingen er helemaal niet op staat. Jawel, aan deze kant. 1,5. Oh, dat is wel een aangename groep. Dat is inderdaad een positieve meevaller. 1,5 kilometertje nog. Dan gaan we pauze houden. Dan zitten we bijna op de 12 kilometer. Dus dat is dan ook wel. Oh. Als we 25 moeten lopen, dan is dat de helft ongeveer. Dus dat is wel relaxed. Chill, die ging gewoon door de berm. Ja, maar dat loopt op zich niet vervelend als de berm goed is. Nee, precies. Nou, nog 1,5 kilometer lopen. En we zijn eindelijk van deze rechte weg af, die gewoon infinity ver is. Maar ik gok dat als we hier de bocht om komen, dat we alsnog wel weer een stuk vooruit kunnen kijken. Yep. En mijn Kompaskum, 10 kilometer. Dat is het dorpje waar we heen moeten. Ja, daarnaast nog een klein stukje naar de trein. Ja, waarschijnlijk 1 kilometer of 2. Dus we moeten nog maar 12 kilometer. Ja, we hebben er nu ook 11 gehad. Lekker man, vandaag hebben we 11 gehad. Bijna op de helft. Laten we nog een klein stukje verder lopen, dat we echt de helft gehad hebben. Zo, die zien er wel dik uit. Pasjes. Nou, wij lopen nog even een klein stukje verder. Misschien komen we nog een bankje tegen, maar anders wordt het gewoon zo
in de berm chillen. Yes, is helemaal gelukt. Kijk, we hebben hier een picknicktafeltje. We wilden eigenlijk nog iets verder lopen, want dan zijn we op de helft. Ik kom een hele random wc tegen. Maar we komen een wc tegen. Het ziet er ook gewoon... Gewoon clean. Gewoon clean uit. Dus ik ga even hier op het picknickbankje zitten, ja, Wes. Oh, ik ben kapot. Oeh, wij gaan zo weer verder lopen. Zo. Heel even pauze gehad, maar dit is echt een vertoning, jongen. We lopen nu als een soort... Zo past die... Oh, die eerste pijn als je wil opstart, jongens, dat is echt verschrikkelijk. Maar je moet wel echt zorgen dat je normaal loopt, ook al doet het fucking veel pijn. Want anders ga je echt zoveel last van je benen krijgen daar. Ja, dan ga je allemaal verkeerde dingen doen. Je moet normaal lopen. Ja. En we moeten nu ook even naar de overkant dan. Ja, in ieder geval op de weg, of wat dan ook. Oh. Ja, ik denk dat daar zo inderdaad het handigste is. Ik denk dat daar zo inderdaad het handigste is. Ja. Daar lopen we het plaatsje Weerding alweer uit. We moeten nu nog zo'n 10, 12 kilometer. Dat is op zich wel vol te houden, toch? Ja, waarschijnlijk 3 keer een uur of zo. Ja, ik denk, ik ga liever voor 2 keer 1,5. Ja, even kijken wat lukt. Zullen we nu 1,5 kunnen doen en dan daarna weer kijken? Dan beleven we het wel, joh. 4,84. De snelheid gaat er toch langzaam wel een beetje uit. Maar goed, we gaan ervoor. Yeah. We lopen gewoon M in. What the fuck? What the fuck? Gewoon eerst echt een stad. Nou, als het goed is gaan we niet de stad in, want dan doen we toch echt wel even iets verkeerd. Nee, dan gaat dat niet helemaal goed. Ik denk dat we zo weer, want de zon staat inmiddels bijna richting het zuiden, dus ik denk dat we zo die kant op moeten. Ja, dat denk ik ook. Want daar is het oosten ongeveer. Ja. Dus we moeten zo ergens een keer gewoon een... Weggetje naar links, maar misschien komen we ook zo wel weer gewoon een bordje tegen. Doei! We lopen Emma alweer uit. En de voetjes doen inmiddels pijn, maar volgens mij was het vanaf deze bocht nog zo'n 10 kilometer enkel rechtdoor. Ja, gewoon een rechte streep naar het oosten nu. Ja. De zon is daar, die staat nu op zuidoosten denk ik, dus dat gaat goed. Ja, want hij buigt nu nog een klein beetje af. En dan wordt het gewoon alleen maar rechtdoor. Zonder rechts voor ons houden, dan gaat goed. Wij gaan nu waarschijnlijk even gewoon een stukje stampen. Voor zover dat nog gaat, want we lopen wel iets minder snel inmiddels. Maar we gaan even bikkelen. En dan nog even een keer pauze houden. Misschien hopelijk al daarna het laatste stuk gewoon afknallen. Dat zou wel wat lekker zijn, als dat lukt. Want het is echt een beetje op aan het raken. Ja, het is een aardige strijd aan het worden. Ja, even niet vergeten dat we gewoon al, even kijken. We hebben al 45 gehad. Nee, 50 al denk ik. We hebben bijna 50 kilometer gelopen. Grove getallen hoor. In 24 uur ongeveer. Gisteren om 10 uur zijn we gaan lopen, het is nu ook weer 10 uur. Ja, het is nu 11, dus in 25 uur 50 kilometer in de voetjes. Vorige week was dat 40. En nu moeten we er dus nog 10. Dus ja, niet gek dat die voetjes een beetje klaar ermee zijn. Ja, vorige trip was het inderdaad na 40 kilometer ook helemaal op. Ja. En gisteren hadden we dus al 35 in 1 dag. Dat is al bijna net zoveel als vorige keer in 2 dagen. Ja, en toen hoe meer je in 1 keer loopt. Kijk, daarna had je natuurlijk 's nachts nog even rust. Ja, precies. Maar nu zijn we gisteren gewoon een beetje een grens over gegaan. Ja, dan krijg je gewoon echt pijn in poten. Ja, nou ja, dat zie je ook wel aan de blaren die erop staan. Vorige keer heb ik geen blaren gehad. Ja, vorige keer had ik er 1. Ja, ik had er nu al 5. Gisteravond al. Ja, dit wordt nog een leuke uitvinding straks thuis. Godzijdori. Ja. Oké, we zitten op de 18,7 kilometer. Volgens mij is het nog een kilometer of 6. We gaan heel even relaxen, want het gaat echt niet meer zo lekker. Echt pijn, jongens, zweten. Het is warm in de zon. Kijk, de zon schijnt flink. Maar we zitten even achter het busje in de schaduw. Oei, oei, oei. Oh. Jesse is er helemaal klaar mee. Nou, ik moet wel zeggen dat ik nu heel lekker ben. Die vindt mij niet zo heel aardig meer, want ik zeg elke keer, kom op, nog een klein stukje door. Terwijl hij denkt, tyfus, ik wil zitten. Ja, maar is wel beter.
Daarachter is een of ander motorparcours. Nou, misschien hoor je het achter de camera wel. Geluidsoverlast niet te doen. We gaan heel even chillen. Wil jij knakworstjes? Ja, lekker man. Ik ga even knakworsten maken. Oh, en dan gaan we daarna het laatste stuk bikkelen. Oh, lekkere bak knakworsten. Het vuurtje waar je niks van ziet omdat het veel te hard waait. Lekker windje, fris windje. Even een jasje aangetrokken voor de kou. Deze hebben ook een extra vestje. Trek nog een jasje aan. Stil zitten en dat windje dan ga je goed doen. Ja. Oh, de knakworsten zijn goed man. Lekker. Even de vorige keer pakken. Gaan we even lunchen. Lekker rookworstjes eten zo. Ook nog, lekker. We hadden toch nog een beetje meer honger vonden. Wow. Gaat er gewoon in. Kijk, een worstje. Beter werk. Proost. Wat? We vreten deze even op en dan gaan we weer, want anders wordt het nooit meer wat. De drempel. Ja, dan liggen we hier volgende week nog. De drempel om die schoenen weer aan te trekken hier zo. Echt hoog. Dus ja, dit wordt even snel eten. Dan gaan we weer. Kijk je tempo. Je staat op de jank. Ik hoop dat we dadelijk wel weer een beetje tempo kunnen vinden. Ja, denk ik wel. Maar nu, mensen, we komen net achter dat vrachtwagen daar vandaan. Wel het zonnetje is wel weer lekker. Dit is echt. Kijk. Het slaat echt helemaal nergens op. Anders gaat het nog 2 uur duren, die laatste kilometers. Godverdomme. Nou goed, wij gaan proberen even tempo weer te vinden. Ik begin nu wel een beetje weer te wennen aan de pijn. Ja, het begint weer te komen. Mijn kuiten staan alleen wel echt heel strak, vooral mijn linker. Ik denk dat ik morgen wel spierpijn heb ook. Zal wel ietsje zitten, ja. Vorige keer werd ik maandagochtend vrij prima wakker. Maar... Nou, denk nu niet inderdaad. Ik ben bang voor nu een ander verhaal. Nou, wij gaan even weer aan de oneindige weg verder lopen. Ja. Waar ik inmiddels wel een beetje klaar mee ben. Oh. Heb ik wel nodig. We hebben de supermarkt even gehaald. We zitten nu in het centrum ongeveer, dus dan is het nog 2,5 kilometer lopen. Ja, het zijn nu echt de laatste loodjes. Mijn voeten doen echt heel veel zeer, maar ik ga die schoenen echt niet meer los doen. Nee, ik ook niet. Dit is even dit brikje op drinken. En dan weer door. Heb jij die andere gaat zo het tasje in. En dat is de laatste stampen. Dat is voor de eindsprint. Ja, het kutte is alleen wel dat we dus van het eindpunt waarschijnlijk weer terug hierheen moeten, omdat hier de dichtstbijzijnde bus halt is. Ja. Als we straks bij het eindpunt zijn, zijn we nog niet klaar, want dan begint nog de terugweg. En die gaan we niet lopen, maar we moeten wel stukken lopen, dus dat wordt nog wel vervelend ook. Hey, ja. Als het een beetje mee zit, kunnen we hier en daar nog wat liften van bushalte naar bushalte, maar ja. Ja, we moeten allemaal maar beleven. Ja. Nu eerst even lekker koud Red Bulletje. Oké, we lopen nu op een weg. Dat was op de kaart echt zo'n klein stukje, even zo. Voordat we naar rechts naar echt de grens moeten. Klein stukje. Ja. Dat is demotiverend, hè jongens. Dit is gewoon afschuwelijk. Woorden die ik niet mag zeggen. Zullen we schadeclaim indienen bij Google? Ja, ze maken alles op de kaart veel te klein. Ja, precies. Oh, maar ik loop ook gewoon echt niet meer oké, hoor. Zo. Zullen we dit kaveltje even kopen? Kijk dan. Ja, ik heb echt dat ik huis niet kwijt. Godzijdank. Nee, de laatste strijd is nu alweer begonnen. Ja, de eerste meters waren weer echt verschrikkelijk. We lopen weer op hete kolen, maar dan niet spreekwoordelijk, maar vrij letterlijk volgens mij. Ja. Een stuk verderop daar moeten we naar rechts. En dan komen we op de laatste 2 kilometer volgens mij. Staat lekker te slippen. Zijn band op te roken. De jongens hier achter die gaan ons over een kleine 10 minuten bij de grens oppikken, want dat is daar een klein stukje de bocht om. En dan gaan ze ons bij de bus afgooien. We hopen dat we de bus naar Emmen halen.
Anders, die gaat eens in het uur, dat hebben we even opgezocht op Google. Ja, anders is het gewoon zonde als we 5 uur lang bezig zijn om terug te komen. Ja, precies. Maar volgens hun is het nog een paar honderd meter die kant op. En dan moeten we er zijn. Oeh, dat geeft toch weer energie. Ja, dat je dan weet dat zo'n liftje klaar is, dat is wel heel lekker hoor. Ja, dan zeker. Dan lopen we ook weer echt een ongelooflijk takkentempo op mijn gevoel. Ja, maar dat geeft niet. Ik even een laatste stukje pikkelen. Ja, als we die bus halen ben ik wel dolgelukkig. Ik ook. Zo, dit zou echt top zijn. Het zou echt heel erg balen als ze dan niet komen. Dat zou wel extra balen zijn, ja. Als we dan gewoon rustig wegrijden, denk ik wel. Want gewoon hier in Liftix wordt lastig, dan moeten we echt eerst terug naar in. Ja. Dat is toch alweer weer een kwartier 20 minuten lopen. En dan missen we geheid de bus. Ja, dat sowieso. Maar dan kunnen we wel, als we die bus missen, moeten we gewoon proberen een lift naar Emmen te fixen. Ja. Ja, want die bus gaat naar Emmen. We moeten daar wel overstappen. Ja, deze OV-rit, jongens, die gaat ook nog ellenlang duren. Ja. Het is hier niet zo goed geregeld als rondom Rotterdam, zeg maar. Nee. Maar goed, we gaan even het laatste stukje sprinten. Nou ja, sprinten. Eindsprint voor nu, laten we het zo noemen. Ja, dit kan je wel gewoon rustig snel wandelen noemen hoor. Dus ja, we zien jullie zo bij de grens. Waarschijnlijk staat er geen bord. Dus is het gewoon even op de kaart kijken zo nog. En dan zijn we er denk ik. Oeh! Hier is het. 5 meter hier van de weg af en we staan in Duitsland. Sowieso. Zijn te moe om dit nog te doen. Ja, we hebben haast, dus we hebben die laatste. Die auto achter ons uitgepompt. Gaat ons gewoon helpen. Ja, dit hek is de Duitse grens. Ze dus lopen even hier naar dat paaltje. Ga ik dat paaltje even lekker onderpissen? Oh, hier liggen allemaal oorlogsrituelen nog. Kijk, dit is hem. Dit is de grens. Die grenzen. We doen er even een beetje haasten trouwens. Hè? Ja, we doen er even één stapje overheen. Blijf kijken hoe wij terugkomen. Ik ga even hier in de tuin staan. Sorry voor je achtertuin. Ik ben over de grens. Wow. Maar dit is echt top, man. Deze jongens hebben ons net hier gewoon afgezet. Ja, deze hadden we lopend nooit gehaald. Nee, we hebben nu nog 10 minuten om te wachten. Ja, en dan hadden we lopend, dan hadden we het niet gehaald en dan hadden we een uur moeten wachten op de volgende. Ja, zo. Ja, zo even op 9-2 kijken hoe lang we zitten, want dan gaan die schoentjes gewoon even uit in die bus. Maar het maakt echt niet uit, dan vallen al die mensen dood om. Ik vind je op mensen dat heel erg kunnen waarderen. Nou, het zit me echt helemaal niks. Deze mensen zien natuurlijk nooit meer. Nee, dat scheelt wel. Nou, even mondkapje zoeken, OV'tje. En dan even uitblazen. We zitten wel vol in het zonnetje hier, maar we zitten wel. Dat scheelt toch wel een heleboel. Ik kan op het moment echt geen donder schelen waar ik zit, als ik me zit. Ja. Nou, wij wachten even 10 minuutjes, kwartiertje op die bus. Nou, ik ben wel blij dat ze ons even opgehaald hebben, zeg. Echt hoor. Ja, en eigenlijk hebben we nu wel even een momentje om wel echt te vieren. Ja, inderdaad. Nu hebben we even tijd om een goede high five te geven. Zo, dit hebben we gewoon even geflikt. 60 kilometertjes. 60 kilometertjes aangetikt. Nou, wij wachten even op de bus zien. En ik hoop dat het verder allemaal soepel verloopt. Ga ik wel vanuit. Als het OV allemaal een beetje doet wat het belooft. Ik het alles doet zeer. Ja, kijk, ik heb hier zelfs gewoon stream in mijn benen. De gekste plekken doen pijn, jongen. Nou, mocht je dit willen nadoen, zou ik niet doen. Ik zou het afraden. Ik persoonlijk, uit eigen ervaring, raad ik dit niet aan. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up. We moeten dat doen, maar echt geen zin meer in hebben. Een kilometer lopen. We moeten iets meer dan een kilometer lopen. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen. Oi, oi, oi. Boah, dit loopt natuurlijk weer helemaal niet soepel. Maar goed. We gaan even die laatste kilometer lopen. Mensen, bedankt voor het kijken. Bij 1000 duimpjes omhoog gaan wij door heel Nederland lopen. Dat heb ik nog nooit gehaald, dus dat vind ik wel mooi. Ik vind het een mooi aantal. Oh, want dit is echt slecht voor je. Mijn knie doet ook pijn. Mijn kuit, mijn voeten, mijn heupen, mijn rug. Willen jullie nog een langere lijst? Want ik ga gewoon verder. Hey, bij 1000 likes gaan we van links naar rechts door Nederland lopen of van rechts naar links, wat dan ook. 150 kilometer is een van de kortste routes. Dus ja, dat zal het waarschijnlijk wel worden. Tja.
Oh, hey mensen, bedankt voor het kijken. Wij lopen het laatste stukje. Maar ja, dit geklaagd hoeven jullie niet meer te horen, denk ik. Nee, inderdaad, zit in de auto, daar zie je ook niks van. Joejoe! Ja, zo!